Als je het nieuws volgt, lijkt het onwaarschijnlijk. Maar de internationale handel heeft grotere problemen dan Donald Trump. Meer zorgbarend dan de dramatische krantenkoppen over handelstarieven, tegenmaatregelen of zelfs een heuse handelsoorlog, is dat de wereldhandel tekenen van zwakheid vertoont. En daar hoor je veel minder over. President Trump is boos over de grote bilaterale tekorten op de Amerikaanse handelsbalans, vooral met China, waar het bedrijfsleven in zijn ogen oneerlijk gesteund wordt door de overheid en het voor buitenlandse ondernemingen onmogelijk is om op gelijke voet te concurreren. Maar vormen Trumps plannen nu echt de grootste bedreiging voor de internationale handel? Voor beleggers is het uiterst belangrijk om zulke ontwikkelingen in context te plaatsen. Het klopt wel dat de handelsoorlog nog lang niet voorbij is en een 25% tarief op $50 miljard in Chinese goederen klinkt drastisch. Maar de media overdrijft wel vaker. 50 miljard is niet meer dan 2% van de Amerikaanse import uit China en minder dan 1% van China's export. Als percentage van het Amerikaanse of Chinese BNP is het bijna helemaal niks. Hetzelfde geldt voor de tarieven op staal. De VS importeert zo'n $750 miljard uit de Europese Unie en Canada. Van die 750 miljard is 1 miljard staal. Zelfs als je daar een hoog tarief op legt, zijn de macro-economische consequenties bijna verwaarloosbaar. Dat soort maatregelen moet al heel sterk escaleren voordat we dat terugzien in de Amerikaanse groei en inflatie. En laat staan in de rest van de wereldgroei. Waar wij ons veel meer zorgen over beginnen te maken, is het handelsplaatje wereldwijd. Het zijn maar een paar factoren die de wereldhandel bepalen en die zijn aan elkaar gerelateerd. De economische groei, vooral in China, de technologiecyclus, de vraag naar grondstoffen en mogelijk ook de dollar. Wereldwijd lijkt de economische groei in te zakken en dat heeft consequenties voor de internationale handel. Dat zie je in de Baltic Dry Index, een kostenindicator voor de mondiale scheepvaart, die een goede leading indicator is voor de wereldhandel. En de mondiale inkoopmanagers index voor de verwerkende industrie geeft aan dat exportorders duidelijk gedaald zijn dit jaar. De technologiecyclus draait nog op volle toeren, maar begint steeds kwetsbaarder te lijken. Prijzen voor halfgeleiders bijvoorbeeld zijn nu aan het afvlakken na een sterke stijging. Dat betekent weer dat de Koreaanse export, een voorloper van mondiale handelsgroei, in de problemen kan komen. En nu dat de rek een beetje uit de wereldgroei is en de Fed de rente verder verhoogt, is het maar de vraag of de dollar zwak blijft en daarmee de wereldgroei, grondstofprijzen en de opkomende markten blijft steunen. Grondstoffen maken een groot deel uit van de wereldhandel en zijn vooral belangrijk voor opkomende markten, die de groeiende handel en economie wereldwijd aandrijven. De olieprijzen zijn wel behoorlijk gestegen dit jaar, maar andere grondstofprijzen niet. De CRB Raw Industrials Index bijvoorbeeld is 25% gestegen sinds het dieptepunt in 2015, omdat de wereldhandel daarna zo sterk aantrok. Maar sinds midden januari is de trend zijwaarts. En de producentenprijzen in China zijn aan het dalen, na 2 jaar groei. Dus als het om de wereldhandel gaat, zijn de Amerikaanse tarieven niet de enige show in town. Wat je pas echt in de gaten moet houden, is de dynamiek in bredere macro-economische factoren.